wil u graag van harte welkom heten. Ik ben ongeveer 4 weken burgemeester van Beverwijk. En dat maakt eigenlijk dat misschien bijna wel zeker dat ik de laatste binnenkomer ben eigenlijk. En dat het ook best bijzonder is om na 4 weken Beverwijk u te horen spreken. Want het gaat om u die gaat spreken over de ontwikkelingen van de stad. En dat is best wel ambitieus. Ik sprak zojuist op de gang vol enthousiasme bij een van die borden. En zei ik tegen iemand, goh, wat leuke dingen staan er al. En die persoon die zei direct tegen mij, ja, dat moet eerst nog eens een keer gebeuren ook. Ik denk, oké, Noord-Holland, Beverwijk, we zijn waar we zijn. Maar vanavond kunnen we het nog gewoon hebben over inspiratie. Vanavond zijn we er om te kijken van welke trends zijn er nou al met elkaar opgehaald. Er is heel veel werk verricht door u allen. En we hebben eens mensen van buiten gehaald die kenner zijn op een specifiek gebied. We zijn echt met een blanco canvas begonnen. En we hebben mensen van de gemeenteorganisatie, maar zeker ook vertegenwoordigers van bedrijven, burgers, allerlei instellingen, clubs van vrijwilligers, gevraagd om mee te denken over welke trends en bewegingen zij eigenlijk zien in de wijkse samenleving. Om te letten op datgene wat verandert. Ik denk dat als je nadenkt over de toekomst, je beter je kunt richten op datgene wat niet verandert dan datgene wat wel verandert. Om te beginnen is het kust. En bij die kust, daar komt een kanaal aan. Dat gaat niet veranderen de komende decennia, nog eeuwen. Het blijft hier een kustplaats waar een kanaal aankomt. Bovendien is het zo dat op die plek waar het kanaal de zee ingaat, dat daar industrie zit. Die industrie gaat ook niet weg. Wat ook constant is hier, is dat Amsterdam in de buurt ligt. Als ik in Timbuktu zit, zit ik daar natuurlijk met mensen uit Wijk aan Zee en Beverwijk, maar ook met heel veel mensen uit Amsterdam. Dat is echt zo. Timbuktu is een hele bekende plek in Amsterdam. Dus dit zijn een aantal eigenschappen van dit plekje hier, die onveranderlijk zijn. En het lijkt me handig om die in het achterhoofd te houden in het nadenken over de toekomst. Wij hebben tot nu toe in een wereld geleefd waarin de bevolking steeds toenam, waarin er sprake was van continue economische groei. Continu werd het allemaal steeds beter en het is misschien wel eens een keertje klaar. Dit is een vol land waar we wonen. Het ziet er niet naar uit dat er hier nog heel veel meer mensen gaan wonen. Het zou wel eens een keertje zo kunnen zijn dat de economie ook min of meer stagneert. En dat geeft een hele andere manier van denken over de toekomst. Dus het idee in je achterhoofd houden als je nadenkt over de toekomst van stagnatie is misschien nog niet zo'n stom idee. Local love. Nou, ontzettend mooie naam, hè? En dat is het ook zo. We hebben altijd een wereldse blik gehad. We hebben heel veel naar buiten gekeken. Doen we nog steeds. Hè? Globalisering, grenzen die open gingen. Grenzen die misschien nu wel weer sluiten of in ieder geval onder druk staan. En we zijn veel meer gaan kijken naar binnen Nederland. Binnen onze gemeente, binnen onze wijk, binnen het huis misschien wel. Veel meer gaan samenwerken, veel meer geïnteresseerd zijn in jouw buurman. Hoe doe jij dat eigenlijk met energie opwekken? Zullen we iets delen? Zullen we iets samen opzetten? Hey, wat een gave ruimte. Zullen we daar iets gaan ondernemen? Gaan we iets organiseren? En in Rotterdam is bijvoorbeeld ook Blue City in het leven geroepen. Het oude Tropicana. Een groot gebouw, zwembad, glijbanen. Nou ja, mooi. Compleet verpauperd. Lege zwembaden, afgebrokkelde tegels. En nu zit daar een champignonnenkwekerij in. Koffiedik wordt verzameld, champignonnen groeien daar. En die noemen ze Rotterzwam. Superleuk, toch? Local love. Nou, dat zijn allerlei initiatieven die steeds meer uit de grond schieten. Als we dan toch over paddenstoelen en champignonnen hebben. En die we in diverse gemeenten zien en ongetwijfeld ook hier. Hier in Beverwijk? Heb je nog een droom voor Beverwijk? Nou, dat het er mooi, schoon en veilig blijft.
Maar wanneer kreeg Beverwijk stadsrechten? Wat is dat? 1289? 1298? Of 1267? Het is ook een heel mooi oud tableau, hè? Het heeft ook te maken met de stadsrechten. 1276, toen kreeg Beverwijk het recht om een weekmarkt te houden. Nou, die hebben we nog steeds, iedere woensdag. Maar de stadsrechten werden uitgedeeld in 1298. Wat zijn nou de als je gaat kijken naar duurzame innovatie in 5 minuten, zoals gezegd, dan zie je eigenlijk, er zijn er maar 3 hele basisdingen. Maak het vooral klein. Dus kijk naar welke nieuwe duurzaamheidsdiensten kan ik de komende 10 jaar verwachten. Wat heb ik daarvoor nodig? Hoe kunnen we dat goed samenwerken? Als je gaat kijken naar onderscheidend vermogen, want dat wordt vaak gevraagd. Hoe kunnen we ons als stad of als bedrijf onderscheiden met duurzaamheid? Dan is dat vooral in de samenwerking. Probeer gewoon ook vrij vroeg in het proces die hindernissen eruit te halen. En probeer goed te kijken naar wat kan ik wegnemen om die samenwerking te versnellen. Nou, heel mooi dat u allerlei kansen ziet voor Beverwijk op het gebied van duurzaamheid. En wat is nou de eerste dienst waar u zegt van daar moeten ze morgen mee beginnen? Dingen die je in ieder geval in eerste instantie ziet ontstaan zijn energiesamenwerkingsmodellen van lokale bewoners. Uitwisselingen, dus wat we meer en meer zien is dat energiebedrijven toegaan naar de mogelijkheden om vanuit je zelf opgewekte energie om die opslag ook virtueel bij hun neer te zetten en weer terug te halen. Dat soort diensten zijn wel, denk ik, de eerste en ook vrij makkelijk te realiseren. 17 een eigen bedrijfje, neppe dankies vind ik niet zo nice. Ik zie dat je naar me kijkt, we zijn usual suspect-achtige guys. In de regen of in de zon, zie mijn moes gooien op Mastodon. Shit is easy als een optelsom, de park is heet, doe het avion. Côte d'Azur, waarom kijk je zo zuur? Op je face zit een laag plamuur, houd natuurlijk, houd puur. Ik ben één met de natuur. Ja, hey, hey. 2040 toch? Ja, dan hoop ik dat het gewoon helemaal top met Beverwijk gaat. Want ja, het is nu soms echt een beetje een pleurenzooi. Nou, ik vind sowieso dat voor veel jongeren zoals ons is er gewoon heel weinig mogelijk hier. En bovendien, ja, er is gewoon heel weinig cultureel gebied hier in principe te doen. En dat zou gewoon veel beter kunnen naar mijn mening. En als we dan kijken, wil je dan naar grote of kleine woningen? Dan zien we links dat een groot deel van de huishoudens wel tevreden is. Maar in de middengroep zie je dat heel veel mensen meer woonruimte willen de komende jaren. En niet minder woonruimte. En ook ouderen, die willen niet standaard van 120 vierkante meter rijtjeshuis naar die kleine woning, ik wil niet zeggen bejaarde woning, maar kleine woning van 35 vierkante meter. Dus ons idee klopt dat gewoon niet. En moet je ook gewoon in de gemeente Beverwijk zorgen voor voldoende middelgrote woningen. En niet alleen maar denken, de bevolking wordt ouder. Dan worden allemaal mensen die straks een huisje uitgaan en in het appartementje 6 hoog achter gaan wonen, opgesloten in een soort containerwoning. Dat kan het niet zijn. Nederlanders zijn ons soort mensen. Is echt grotendeels waar. Dat is een beetje een politieke uitspraak, maar we hebben het echt eens laten onderzoeken samen met de Erasmus Universiteit. We hebben gewoon gevraagd, hoe moet die wijk nou samengesteld zijn waar u straks waar u het liefst wil wonen? Dan zegt toch 2/3 van de Nederlanders, we willen ongeveer dezelfde levenswijze hebben. En al die mooie wijze taal van allerlei politieke partijen, dat we iedereen met iedereen moeten mengen, want dat is de toekomst, wil men dus gewoon niet. Autodelen, dat is volgens mij het interessante. U krijgt dus niet zometeen allemaal een zelfrijdende auto. Hoeft ook niet, want die auto's zijn voor het autodelen. Dus hoe gaat dat nou zometeen? Daar hintte jij volgens mij net ook op. Die auto's die worden in een soort nieuwe conglomeraat van bedrijven. Ford werkt samen met Google, werkt samen met, bij wijze van spreken, de gemeente Amsterdam. Die gaan met z'n drieën een product, kunnen ook andere bedrijven zijn, gaan met z'n drieën een product neerzetten, namelijk mobiliteit. En mobiliteit, daar kun je abonnement op nemen, dus je hebt geen auto meer nodig. Dat betekent dat die zelfrijdende auto's die zoomen door de stad en die pikken jou op als jij ergens heen wilt. Het interessante, die auto's hoeven niet te parkeren bij je voor de deur. Dus dat biedt enorme kansen voor de straat en voor de woonomgeving. Dus we hoeven niet al die auto's allemaal voor ons eigen huis hebben staan. We kunnen veel meer openbare ruimte maken. Hey, dus die mobiliteit gaat enorm belangrijk worden voor tot 2040. Dat is een lange tijd. En over 5 jaar worden die auto's al massaal geproduceerd. Van jullie allebei even de grootste kans voor Beverwijk 2040. Die bazaar die hier is. En dat is een uniek ding. En dat heette vroeger de Zwarte Markt. Bijvoorbeeld de outlet centers zijn heel populair. In Roermond zit zo'n ding, in Lelystad zit zo'n ding. En dat zijn eigenlijk min of meer gekunstelde centra van goedkoop winkelen geworden. Want ze zijn gekunsteld gebouwd, bedoel ik. En ik denk dat de regionale positionering van die bazaar ten opzichte van dat segment in het winkellandschap Beverwijk heel
hele sterke positie kan geven. En bij straatvoetbal gaat het er natuurlijk om dat je tegenstander zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bewegingen laat zien. Deze jongens zijn daar heel goed in. Ik denk dat Beverwijk meer straatvoetbalveldjes moet krijgen met een harde ondergrond. Dank jullie wel. Er werd hier vanavond aangekondigd, het zijn mensen die hier komen die een andere kijk op zaken hebben en eigenwijs zijn en noem op. Nou, kunstenaars zijn heel eigenwijs. En ik zal zeggen, wij doen de hele productie met kunstenaars. Wij zijn zeker niet altijd blij met kunstenaars. Maar hun kijk met een goede briefing van wat een stad wil ontwikkelen en de kern die een stad heeft en wat het wil bereiken. Daar kunnen kunstenaars heel erg in helpen om iets moois, om die trots van die stad weer te geven. Maar door die toevoeging van kunst op gebiedsontwikkeling zien we dat we heel spraakmakende dingen aan het ontwikkelen zijn. En het is in Rijnen en daar hebben we met een kunstenares hebben een hele vorm gevonden van wat is nou het watergebied waaraan dat plaatsje ontwikkeld is. En eigenlijk die hele geschiedenis die zich in dat oude dorpje aan dat water plaatsvindt, dat is in dat winkelcentrum het thema geworden, waar overal waar je bent, waar je dat kan zien. Wat ik wel denk is dat je toerisme veel meer ruimte moet geven in Wijkerzee. En dan zegt hij van ja, Hotel het Hoge Duin heb je, Fletcher heb je met het Zeeduin. En voor de rest zijn het eigenlijk allemaal kleine pensionnetjes. Nou, die kleine pensionnetjes zal je zien dat het over een aantal jaar allemaal weg is. Dat komt omdat het vaak gedraaid wordt door familiebedrijven. En er is geen zin en geen animo om zo'n familiebedrijf door te zetten. Die pensionnetjes zal ook allemaal verdwijnen of allemaal andere functies krijgen. Wat wel werkt, dat is grootschalig toerisme. Dus dan praat je over het Hoge Duin, die in mijn ogen al te klein is, dat hotel. Daar hebben we ook een bouwvraag gedaan om het te vergroten. Net zo goed als dat Fletcher dat al gedaan heeft, begrijp ik. Maar er is gewoon meer ruimte. Als je op het inwonersaantal kijkt, dat zijn 2200 mensen geloof ik ongeveer in Wijk en Zee. Dat is de helft van Egmond en Zee. Egmond en Zee heeft 4500 mensen. Maar daar is een derde capaciteit bij aan bedden. Dus er zijn 1500 overnachtingsplaatsen binnen hotels in Egmond en Zee. En er komt er nog heel veel zomerhuisjes bij, zoals je ze ook in Wijk en Zee hebt. Die balans, dus dat er een derde bij komt aan toerisme, maakt het ook dat er een geldstroom op gang komt waarmee je dingen kan gaan organiseren. En waar je op termijn ook zal zien dat het elkaar gaat verstevigen. Dan denk ik dat je in Wijk en Zee die tendens die nu gaat, kan doorbreken en weer bij kan sturen. Veel mensen denken dat innovatie een wedstrijd is van winnaars, maar dat is het niet. Innovation is a loser's game, zeggen ze wel eens. De meest innovatieve bedrijven die weten alleen goed hun verlies te managen. En een manier om daar naar te kijken die ik hanteer is dat je zeg maar 10.000 ongeschreven ideeën nodig hebt die in hoofden van mensen zitten om te komen tot 1.000 ideeën die gedeeld worden door verschillende personen waarvan er overigens dan maar misschien 100 de aandacht krijgen die het verdienen in de vorm van een uitkomst van een plan wat gemaakt is. En met die uitkomsten, die 100, daar blijven er eigenlijk maar 10 van over, omdat geld bijvoorbeeld ontbreekt. En van die uiteindelijke 10 innovaties is er maar 1 een commercieel succes, omdat die op het juiste moment met de juiste, via het juiste kanaal in de markt wordt gezet. Nou, en als ik u nu vertel dat op dit moment het Financieel Dagblad een competitie houdt over de nieuwe ondernemerskampioenen. En u kunt op 8 kandidaten stemmen. 4 daarvan komen uit de regio Eindhoven. En dat maakt mij enorm trots. En ook geeft mij ook de overtuiging dat een jarenlange inzet op een zodanige filosofie, dat die ook werkend is. En ik denk dat het dus sleutel zal zijn voor Beverwijk en omgeving om ook tot zodanige benadering te komen als het gaat om het onderdeel economische strategie. Zie Beverwijk en Wijk aan Zee niet te klein. Je zegt wij de wijkers. Nou, misschien moet je wel kampioen worden in samenwerking. Lijkt ook een beetje op We Eindhoven. Dat is ook heel anders dan I Amsterdam of Ik Benschede. En het gaat om focus natuurlijk. Pak een paar dingen op. Toerisme, evident. Iets met die staalindustrie, evident. Ik vind die gedachte van deeleconomie enerzijds en het hebben van een al jarenlang een bazaar ook een hele interessante combinatie. Pak een paar dingen op en bouw vanuit daar verder. Dan komt daar de rest vanzelf ook in mee. Crowdfunding is eigenlijk een ontwikkeling waarbij je dus jouw idee online zet
en vervolgens zegt van ik heb zoveel geld nodig en daar potentiële geldgevers daar een tegenprestatie in biedt. Nou ja, en als hij maar interessant genoeg is, dan geven ze jou geld. Even plat geslagen. Wat ik daarin zag is uiteindelijk is het crowdfunding eigenlijk gewoon een website inderdaad die eigenlijk vraag en aanbod van geld bij elkaar brengt. Vervolgens ervoor zorgt dat de mensen elkaar gaan vertrouwen. En dat die mensen ook uiteindelijk de fysieke transactie gaan doen. Maar ik dacht, ja, als je via een website ook geld met elkaar interview kunt uitwisselen, kun je ook spullen of arbeid of kennis gaan uitwisselen. En dat was voor mij de basis om uiteindelijk de nieuwe reis te gaan maken. En de afgelopen 4,5 jaar heb ik in 13 landen 400 interviews gehouden met ondernemers en experts rondom die ontwikkeling. Super interessant. Als ik kijk naar dat landschap in Nederland, is er gewoon heel erg veel. En we praten wel in de media heel vaak over de Ubers en de Airbnbs, maar zoals je ziet zijn er nog ongeveer 140 andere platformen die eigenlijk ervoor zorgen dat consumenten, individuen, met elkaar samen dingen kunnen gaan doen. Dat ze bijvoorbeeld samen spullen kunnen gaan delen, samen ritten kunnen gaan delen of ook samen met elkaar klusjes kunnen gaan doen. We gaan er nog een stapje mee maken, maar dat eindigt dan in een soort van hele brede schets. En pas in 2018 gaan we bijvoorbeeld dat hele brede verhaal weer terug naar binnen toe. Bedankt voor vanavond. Het was warm, het was lang, maar ik denk heel inspirerend geweest.